deze nieuwsuitzending wordt ja, toch ook voor het slapen gaan. Ik maak er een aparte playlist van, voor de vermoeiden. En hij gaat over Armageddon. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Ik zou het leuk vinden dat je mijn opname nu stopt. En jouw eerste respons geeft op het woord Armageddon. Ik geef je een paar seconden de bedenktijd. Wat is jouw gevoel daarbij? In de tijd dat jij nadenkt, kan ik vertellen wat ik ervan vind. Ik wil Armageddon voor mijn heen gaan. En het is niet zo dat ik de echte totaal 100% Armageddon wil voor mijn heen gaan. Ik neem genoeg met iets van Armageddon. Net als een kind, de vraag, ja, ik wil iets van een racebaan. Ja, dat maakt me niet uit als het maar een racebaan is en dat ik rondjes kan rijden. Ik wil een trein. Iets van Lego, het hoeft niet per se allemaal, maar ik wil wel kunnen bouwen. Iets wat erop lijkt. Ik heb het meegemaakt dat ik cadeaus kreeg van Sinterklaas en dat ik dacht van ja, het lijkt erop. En ik blij met die cadeaus. Ja, zo wil ik ook Armageddon voor mijn dood. En dat hoeft niet per se de wederkomst van Christus te zijn. What do I even care? Gewoon iets wat erop lijkt. En ik heb een plan. En dan wordt het interessant. Want ik denk dat ik moet handelen vanuit mijn christelijk dogma. Daar ben ik toe beperkt. Dus ik mag niet doden. Ik mag er ook geen opdracht toegeven. Dat mag niet. Van een blauwe plek ga je niet dood. Dat is regel 1. Ik ga zeggen, ja, maar als je een blauwe plek krijgt in je linker oog. Daar kunnen we het nog over hebben. Dus er moet een schadefonds komen. Waarin we de mensen die per ongeluk ernstig letsel hebben opgelopen. Die gaan we vergoeden. Die krijgen niet veel hoor. Want zij waren schuldig. Mensen zijn schuldig. Die schulden die ze hebben, die worden in het persoonlijke vlak ook niet altijd vergoed. Daar moet wat van gezegd worden. Er zijn mensen die zijn schuldig. En tegen die mensen mogen wij niet praten. Als we dat zouden doen, dan krijgen wij een YouTube-ban of whatever. Die mensen zijn schuldig.
En niet eens aan zo'n klein beetje dingen ook. Zij zijn schuldig aan het verzwijgen van de waarheid over de gebeurtenissen van 11 september 2001. Dat is punt 1. Ze hebben heel erg vrolijk meegedaan. Hoe kom je van die eikelerij af? Ik denk een schijn-Armageddon. Om te beginnen. En dan gaan de koppen rollen. Ik heb een aantal video's gezien van Sheikh Imran Hossein. Die doet ook wel mee aan de jihad. En als je mij niet gelooft, Sheikh, Sheikh, op zijn Amsterdamse, Sheikh Imran met een M van Maria Hossein. Het wordt het echte rammer, dat komt nog. Stel je eens voor een wereld waarin de Arabieren in Arabië wonen en de Hollanders wonen in Holland. En in Arabië wordt geen alcohol gedronken. Nou en? Wat ik voor me zie, is dat we via de gaan met de paintball verenigingen, er zijn er heel veel. Daarmee beginnen wij. Ik zorg voor de coördinatie. De juiste invulformulieren. Altijd formeel spreken. Dus code 66, code 33, code 23. Ik zorg ervoor. Het globale plan houdt in dat wij een aantal oudere vrouwen regelen met Renault Clio's of vergelijkbare auto's. Dat mag ook de deelauto zijn van oom Gerard. Dat maakt niet uit. Die vrouwen, chauffeurs, kunnen ook mannen zijn, die halen die jongens op en brengen ze in de buurt van Den Haag of Zoetermeer of Uithoren of where than ever. Want van tevoren hebben wij gecheckt waar mensen lopen zoals, weet die man van Pauw, Jeroen Pauw. En daarvoor moet een wedstrijd of een enquête worden gehouden aan wie er het eerste mag. Sonja Barend is schuldig en bejaard. Niet een handig doelwit. Daar moet een discussie over komen. We moeten weten wie we gaan pakken. En dan, als we weten, nou, dan heb je dan een top 10 lijst. Moeten er agenda's worden opgetekend. Wanneer gaat hij uit huis, wanneer blablabla. En dan pakken. En dat kan je doen via internet. Dus
Je hoeft niet ouderwets in een of andere lullige Amerikaanse auto de hele nacht in de vrieskou met een kopje koffie rondhangen. Je weet wel wanneer er iemand komt spreken. En die moeten we hebben. Die sprekers. En dan een aanval vanuit meerdere hoeken. En als de eerste raak is, hoeft de tweede niet te vuren. Dus je hebt de primaire schutter. En de secundaire en tertiaire. En als de tertiaire ook mis is, dan is het plan B. Als de primaire raak is, dan breekt de pleuris uit op het plein. En heb je alle tijd om rustig naar huis te gaan. Los daarvan kan er kan een veiligheidsdienst zijn. Je spullen in je rugzak stoppen. Rustig lopen, alsof er niks aan de hand is. Want het Armageddon is bezig. Volgens het plan van Perry. Je loopt rustig weg. Het enige wat je gedaan hebt, dat is dat het pak van die ene meneer, die leugenaar. Dat zal hij niet meer kunnen dragen. Daarmee spreek je de waarheid. Maar goed oppassen voor collaterale schade. Dat mag niet. Dus als de eerste raak is, kapper, tenzij je zeker weet dat je dan een clear shot hebt. Maar dat kan waarschijnlijk via headsetjes. Het gaat erom wie er het helderste zicht heeft. Een clear shot. Dus één keer poef en opruimen. Zo snel mogelijk. Er moet een, als je drie schutters gebruikt, een vierde zijn met een telekijker die ook een headsetje heeft en zegt, oké, the job is done. Get out of here. Dan breekt de pleuris uit op het plein en jullie weg. Je kan het probleem krijgen dat de politie gelijk half Den Haag gaat lopen afzetten. Afzetten. Auschwitz bieten. Dat zou kunnen. En daarom is het belangrijk dat het bejaarden zijn die de Renault Clio of een auto die daarop lijkt bedienen. En jij als primaire schutter, secundaire schutter, tertiaire schutter of cameraman. Jij als cameraman hebt geen wapen. Nee, jij kan wegwandelen. Jouw wapen neem je mee terug. Dat raak je niet kwijt. Een goede paintball gun, dat gaat tegen de tientallen euro's. Die neem je mee naar huis. Die krijg je terug. Of die wordt vergoed uit het schadefonds. Ik zou het graag willen zien.
dat we dat doen. Al die stappen. Wie is er nu echt schuldig? Dat is stap 1. Hè? Waar pakken we het nou direct aan? Wel, Joris Demmink, ja, die is buiten het vizier. Dus wie moet je dan nog hebben? Mark Rutte? Dat zou kunnen. En bij het paintballen even de instructie. En niet op het gezicht. No way. De rug mag. De billen. De billen zonder meer. Billen, dijen. Ik zou de penis. Ja, misschien. Iets daarboven. Schiet hem op zijn dijen. Je mag zijn schoenen besmeuren. En wegwezen. Yeah, we have a hit. Get out of here. Eén hit is genoeg. En dan breekt de pleuris uit. Hoor. Dan gaat heel Nederland kijken naar wat is er nou weer gebeurd. Ik kan je voorstellen. Ik zou het graag willen. Voor mijn dood. En de reden waarom ik dat wil, is dat voor zo'n actie is discipline nodig. We moeten goed weten dat als er, ja, als er een, ja, als het fout loopt. Daar moeten we ook een plan voor hebben. En dan moet je ergens je melden in een steegje. En dan moet je daar staan. Dus dan moet een coördinator zijn. Die zegt, oké, ik snap je. We zitten in de diep in de shit. Je moet nou onmiddellijk, net als in de Matrix. Hè? Je moet daar naartoe. En dat kan je oefenen van tevoren. Virtueel. Zodat je de goede Google Maps hebt. Want zo moeilijk is dat niet. Ik zou toch de voorkeur geven aan een oud vrouwtje. Voor de vluchtroute dan. Hè? Een oud vrouwtje. En als het dan een man moet zijn, dan moet hij maar een pruik op. Dat hij lijkt op een oud vrouwtje. Dan kom je al weg door die politiebarricade. En een van de schutters die ligt voor de achterbank op de vloer van de auto. Onder een deken. Met zijn gun. En wegwijzen. En laat die mensen maar het nazien hebben. Sorry voor mijn stotter. Het begint inmiddels serieus te worden. En geef die jongens wat te doen. En maak wat op tv, wat ergens op slaat. En dat je tegen je kind kan zeggen, ik ben er trots op het feit, hè, dat ik als moeder of vader tegen jou praat. En jij naar mij luistert. Dat klinkt een beetje emotioneel. Mijn punt is, ik wil graag Armageddon voor mijn dood. Ik wil wel weten. Zijn we nou echt zulke mietjes? Of wat?
Ik wil het weten. En ik denk dat... Want het zit hem in het woord. Als er één ding is wat ik uit wil schakelen... is dat alle communicatie van de overheid. Behalve hoeveel hebben jullie van ons gekregen... en hoeveel hebben wij teruggekregen. Dat is wat ik van de overheid wil horen. Ook in de afgelopen... En dan rekenen we 10 jaar. Vanaf 1998. Ik wil het eigenlijk iets eerder weten. Ik zou het willen weten sinds 1940. Dat noem ik overheidscommunicatie. En die... onzin die wij over ons uitgestort krijgen. Ik ken iemand die daar volgens mij, en dat is mijn persoonlijke mening, erg pissed off over is. Dan mag je mij betwisten, dan mag je tegen mij inlullen, maakt mij geen donder uit. Ik map je om de oren met de Bijbel. Dan heb ik nog een slagwapen. Het is lastig te verteren, dat begrijp ik. Ik wil de internetverbinding een beetje open houden. Oh, het lijkt me dat leuk. Ik zie het zo voor me. Die jongen, dan maken we 3 schutters. En dan 5 jongens die assistenten zijn. Dan heb je in totaal 8 man. Dus dat zijn 8 oude vrouwtjes. Is te doen. Lekker knal, knal, knal. Ja, wie wil dat tegenwoordig? Iedereen is zo van, ja, je moet Mark Rutte met rust laten, want die doet ook alleen maar zijn best. Oké. Hij verdient het wel. En de spanning wordt alleen maar hoger. De Heere Heere heeft in de Bijbel op laten schrijven. Want dat is mijn idee over hoe het moet. En voeg hier geen jota aan toe. En neem er geen jota van af. Check. Ik deed even een check. Ik hoorde een knal. En soms valt mijn Mac uit. Die Armageddon. Dat wordt de 2e keer dat God ons geeselt. Met iemand als Christus Jezus. Iemand die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wij gaan ons terugvechten naar die waarheid. Of niks. Dezelfde soepzooi. En alles hetzelfde laten. Dat kan niet.
Het is de evolutie van ons denken. Ons denken gaat vooruit. Of niet? Die oude Griekse filosoof Herakleitos, die heeft gezegd van het zijn de slimmerikken die juist omgaan met de domste mensen. En dat doet de slimmerikken geen goed. Dat is een tautologie. Ik kan je wiskundig bewijzen. Tautologisch bewijzen. Herakleitos zei letterlijk: de weg omhoog is dezelfde als de weg omlaag. Het is de beweging waar het om gaat. En het maakt mij niet uit dat ik nu filosofisch praat. Het is gewoon zo. Ik kan er niks aan doen. Het is een verhaaltje voor het slapen gaan. En goed weten dat jij geborgen bent in je lullige whatever je maar hebt. Misschien heb je een vrouw met puisten. Dat je denkt, ja, ik kan wel met jou naar de kroeg gaan, maar je hebt zoveel puisten. Jouw leven, dat wordt veroorzaakt. En als je er niks van maakt, dan ben je niks waard. Je bent een productieapparaat. De film The Matrix verwoordt dat. Je bent alleen maar een batterij. Je bent er om energie te geven. En waar haal je die energie vandaan? Maar als jij al je energie uitscheidt, ja, dan ben je een consument. Dus je moet je energie doorgeven. Oh, wie zijn energie is dit? Oh, die geef ik nu aan Piet. Dat is wat er van je verlangd wordt. Totale rust. Ik ga zo dadelijk Ellie en Rickert nog even doen. Ik vind dat zo'n leuk liedje. En die Armageddon, als Christos terugkomt. En ga me niet vastpinnen over wanneer het is en ik weet niet eens. Nou, ik weet, volgens mij krijg je eerst Armageddon en dan komt Christus Jezus terug. Zo was het, denk ik. Corrigeer mij als ik het fout heb. Ik draai even een checkje. Die Armageddon is denk ik eerder. Wij gaan eerst onderscheid maken. Christus Jezus velt het laatste oordeel.
En dan worden de bokken van de schapen gescheiden. De grote opruiming. In mijn woning zou ik ook wel Armageddon willen hebben. Een grote opruiming. Het is een puinhoop in mijn woning. Vandaar dus dat ik gehecht ben aan Armageddon. Metafysisch gesproken zit Armageddon als volgt in elkaar. Tot het begin van de drie. De drie zijn tijd, hemel en aarde. Het begin van die drie heeft gezien dat zijn kinderen zich misdroegen. Hij loste het op door de bijl erin te laten gooien. Kappen, die handel. Het tweede convenant is dat hij zelf verschenen is. En tegen ons zei: dit ben ik. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Aan het einde van het tweede convenant wordt gesproken van een Armageddon die voorafgaat aan de wederkomst. Dat is logisch. En ieder kan het zien. En ieder kan het inzien. En wanneer die Armageddon komt, ja. Oefenen, nu, misschien. Ik weet het. Oefenen. Lijkt me een leuk idee. Lekker paintballen. En de schuldigen eruit pikken. Dat we dat proces ook leren. Wie als eerste? En die verkiezing moet geheim zijn. En dat weet ik wel te regelen. Verkiezingen, een election houden. En wie stemt voor wie? En ook dat je, als je stemt en je bent een of andere. Maar dan telt jouw stem voor iets minder mee. De mensen met een goed curriculum, als die zeggen: doe toch maar Maartje van Wegen.
maatje van Wegen heeft gelogen. Marcel van Dam ook. Misschien is het maatje van Wegen te makkelijk te pakken. Eén dag posten, noemen de Amerikanen dat. Eén dag in een auto zitten. Even met je iPad. Zo laat gaat ze boodschappen doen en ze doet daar boodschappen. Ik zou Marcel van Dam pakken. Als eerste. Die heeft toch een slecht gebit. Sorry voor mijn Frans. En Wim Kok. Oh. Dat zou de stemming moeten worden. Wat wil je betalen voor een paintballing actie? En dan van tevoren op een G-rekening. Je bent de poen al kwijt, maar die ander mag er niet incasseren totdat. Ja, tientje. Wim Kok. Tekenbastard. En Ruud Lubbers. Wij lijken wel wolven in het kippenhok. Je weet bijna niet wie je uit moet kiezen. En die lul die, sorry dat ik overbodig sprak, die, hoe heet die man, die bij de NATO, en die was van het CDA, het Christelijk Democratisch Appel, en hij wordt van de NATO. Jeetje, wat een mooie baan. Ja, paintballen die handel. Wat denken die mensen wel niet dat ze mogen uitvreten in het huis van mijn vader? Die mensen hebben gelijkdenkenden zoals ik op de brandstapel gezet. Alsof ik de onderdeel ben van de barbecue, maar dan in de zin van het vlees. En dat soort types laten wij in communicatie. In communicatie met wie? Paintballen, die handel. En wat ik ook wil als Armageddon is een totale treinkaping van Nederland. Onze overheid heeft beloofd aan de Molukkers die gevochten hebben voor koningin Wilhelmina. Dat zij een en ander zouden krijgen. Dat hebben die Molukkers niet gekregen. Ze hebben het geprobeerd met die treinkaping. Dat kunnen wij beter doen. Dat kunnen wij veel beter doen. Met z'n allen dan, hè? En dat Palestijnen ook meedoen. Dan leggen we alles plat. Alles. Je hoeft alleen maar onrust te trappen. You only have to kick havoc. Dat is het. Iedereen wordt zo bang als wat. Er gaat vast wel een of andere maloot aan de noodrem trekken. Platleggen die handel. En dan tegelijkertijd
dan krijgen zij het wel druk op het meldcentrum. Dus goed communiceren met je medeterroristen. Die ene zit op de lijn van Amsterdam naar Zaandam. Die andere zit op de lijn van Amsterdam naar, naar links, naar, richting Zandvoort. Die andere zit op de lijn van Amsterdam naar Den Haag. En dan heb je nog Rotjeknor, Rotterdam. Die lijn Arnhem, Utrecht, goed in de gaten houden. Die moet plat. Vanuit Utrecht moet alles naar het boven toe, naar het noorden, naar Hilversum, ook plat. En alles naar het westen toe, en daar zitten twee lijnen. Daar kan je zo'n plaatje van maken. En al die treinen overvallen. En dan ga je folders uitdelen en dan zeg je, op die folder staat, dit is een treinkaping. Rustig blijven zitten. Anders vallen er doden. En die Molukkers krijgen dat Molukkie terug. Ja, oog om oog, tand om tand. Wat is dat voor een bullcrap? Ze gaan het maar oplossen, die idioten. Dan leggen we alles plat. En een goed manifest. Een manifest van tevoren. Gaan we eerst aankondigen. Op Facebook. Niet met een datum. Niet met een tijdstip. Want dat is esoterie. Maar we gaan het aankondigen. En dan leggen we er alles plat. We zeggen tegen die mensen, je mag niet uitstappen, anders vallen er doden. Ja, dan blijft iedereen zitten. En per cabine heb je, zo'n 5 man nodig. Want je hebt nog die conducteur die dan ook gezegd van, wat zit je hier, nee, dat pik ik niet. Die conducteur, daar ga je niet mee vechten. Dat gaan we niet doen. Je moet dreigend overkomen. Erg belangrijk. Heel dreigend. Dan houdt die man wel zijn mond. En dan gaat hij zijn baas bellen. En dan gaat hij zeggen, ja, ik heb hier een probleem. Want we zijn gekaapt door Molukkers of Palestijnen. Maar er kunnen ook wel Hollanders zijn. Ik weet het echt niet meer. Maar niemand stapt uit. Precies, en dat allemaal tegelijkertijd. Dus alle lijnen plat. De treinlijnen plat. In één keer. En dan kan je de pech hebben dat ergens bij de treinlijn vanaf Schorrel naar Heer Hugo Waard, dat het daar niet lukt. Belangrijk is dat je Utrecht naar, dus Arnhem-Utrecht moet je hebben. Nijmegen-Arnhem is belangrijk. Den Bosch niet vergeten. De Breda loopt via Den Bosch. Er loopt nog een lijn daarboven. Misschien. En dan dat westen. Dus voorbij Utrecht. Utrecht naar Hilversum, platleggen. Utrecht naar Amsterdam. Die zeker. Als je die niet kan, dan ben je de EO. Ja. Dus voor Utrecht naar Amsterdam hebben we 20 man nodig. En die moeten allemaal een Palestijnensjaal krijgen. Dus dan moeten we vrouwen hebben die gaan haken. En die haken een Palestijnensjaal. Dat is niet zo moeilijk, hè? Wit om zwart. Ja, is te doen. Je hebt die verschillende opstaplijnen. Je hebt die lijn vanaf Utrecht naar Amsterdam. En dat is de Intercity. En je hebt die stoptrein. Ja. Ik zou die stoptreinen, daar zou ik me op concentreren.
En die laten stoppen. Ja, daar moet je even over nadenken hoe die treinlijnen lopen. Ik heb een vriend en die heeft gewerkt bij die treinindustrie. Die kan mij wel wat informatie verschaffen. En daar ook wel de lol van inzien dat die Molukkers terugkrijgen van koningin Wilhelmina, haar familie. Wat koningin Wilhelmina, haar familie, aan die Molukkers heeft beloofd. Voor ons zal dat best leuk zijn. We leggen de hele boel plat. En ja, cameramensen erbij. En tegenwoordig heeft iedereen een iPhone. En een beetje weer filmen. Je kan ook nog een ploeg hebben. Dat is ook wel mooi. Vanwege die treinkaping dan. Dat je tegen iedereen zegt van ja, je moet even blijven zitten. En we hebben hier kaaskoekjes. Of Maria-kaakjes. En kraanwater in flessen. Je zal niet verhongeren. Je zal niet verdorsten. Wij willen graag dat je even blijft stilzitten. Bij het feit dat koningin Wilhelmina een aantal beloftes heeft gedaan. En die zijn niet ingelost. Dus ook een mooi idee voor een Armageddon. Vind je niet? En nu nog uitvoeren. En nu nog maar hopen dat ik zo energiek ben om dit voor elkaar te krijgen. Voor hetzelfde geld lukt me dat. En dan ben ik de EO. En dat heb ik altijd willen zijn, dus waarom niet? Hé, hey, dag lievers. En op zijn hamburgers zaak ik. Tjus. En denk aan die treinkabing. Al die lijkt me leuk. En die andere ook, paintballen. Ik ga beginnen met paintballen. Doeg.